Wat is mijn ergste val van Uraya en willen wij een eigen stal? Deze vragen en nog vele andere vragen ga ik vandaag in de Q&A met Uraya beantwoorden. Dus heb je zin in deze video? Doe dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Deze vragen konden jullie insturen via Instagram. Dus volg je mij en Uraya nog niet op Instagram? Doe dat dan zeker, want dan zie je veel meer foto's en video's van onze bezigheden. De allereerste vraag is, wil je met Uraya ook eens gaan crossen? En oh, dat lijkt mij wel heel erg leuk om te doen, want we hebben hier dus in het bos een crossbaantje en daar ben ik een keer eerder met Uraya geweest. Vond hij super leuk, want hij vloog als een kameel over die hindernissen heen. Dus ik wil er altijd al nog een keertje naartoe en er misschien wel een video van maken. Maar nu is Uraya kreupel, dus dat gaat niet lukken. Maar zouden jullie het leuk vinden om een crossvideo te zien? Doe dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Laten we gaan voor, hoeveel? 1500 duimpjes omhoog en dan gaan wij een crossvideo maken. Ik ben heel benieuwd naar onze crosskunsten. Dan een van de meest gestelde vragen en dat is, hoe komt het dat Uraya blind is aan de ene kant? En ik denk dat de meeste volgers het inderdaad wel weten. Uraya heeft aan deze kant een oog waarmee hij gewoon alles kan zien. Maar aan deze kant, dus eigenlijk waar ik nu sta, heeft Uraya een oog wat echt helemaal blind is. Dus eigenlijk ziet hij mij nou gewoon helemaal niet staan. Hij hoort mij wel, maar hij ziet mij niet. En aan de ene kant is het wel een voordeel dat Uraya blind is, want als er een plastic zakje op de grond ligt, nou ja, die ziet hij niet. Dat is alleen maar handig. Maar aan de andere kant kan hij soms ook wel weer wat sneller schrikken als er onverwachts geluid komt. Als je hier bijvoorbeeld een spook hebt staan en die zegt boe, dan zou die normaal gesproken schrikken. Alleen ja, hij weet nou dat ik het ben. Oh ja, maar de vraag was natuurlijk, hoe komt het dat Uraya blind is? En dat komt eigenlijk al sinds hij een veulen was. Want als veulen heeft hij een soort bacterie of infectie in zijn oog gekregen. En sindsdien is Uraya blind aan die kant. Wat zie je met je één oog? Vind je het mooi allemaal? Dus eigenlijk is Uraya al bijna... Oeh, wow, wat doe jij? Oh, ik denk een hele grote steekvlieg. Oh, ja, hij is weg. Ieuw, hij is weg. Hij is weg, ja, alsjeblieft. Dus eigenlijk is Uraya al bijna zijn hele leven blind en weet hij eigenlijk ook niet beter. En ja, is hij voor zijn gevoel waarschijnlijk gewoon altijd al blind aan één kant en mist hij het dus niet. Tenminste, dat denk ik dan. Heet Bunny in het echt ook Bunny? Nee, Bunny heeft namelijk een hele mooie naam. Hij heet Bunny Frederik Johannes Karel de Vierde. En dat is zijn officiële naam. Als Bunny niet luistert, dan roepen we ook die naam. En dan luistert hij vaak. En ja, nee, dat is natuurlijk niet Bunny's zijn echte naam. Bunny heet gewoon Bunny. Ja, wij hebben die naam ook niet bedacht. Zo kregen wij Bunny toen hij die naam al had. Dus ja. Dat is zijn naam. Denk je eraan om een nieuw paard te kopen? Oh, dat was ook een van de vragen die super vaak is gesteld. En zou jij het leuk vinden om een nieuw vriendje te hebben? Ja, je hebt Sylvia al, hè? Maar wil je nog een maatje? Oh, Sylvia is trouwens niet mijn paard, voor de mensen dat nu denken. Maar ik zou een nieuw paard wel super leuk vinden. Bijvoorbeeld een Shetlander om mee te mennen. Of nog een groot paard om mee te gaan springen in de springsport. Of weet ik het allemaal. Alleen, ja, het ontbreekt mij gewoon echt heel erg aan de tijd. En ik heb mijn handen al vol aan Uraya. En we hebben zo super veel om te doen samen, dat het er gewoon helemaal niet van komt een tweede paard. Ik heb er de tijd niet voor en ik heb zoveel leuke dingen om te doen met Uraya. Dus misschien in de toekomst, maar nu binnen een jaar in ieder geval niet. Dat gaat niet lukken. Zijn er soms die mensen die raar kijken naar het blinde oog van Uraya? Hele goede vraag, want het blinde oog van Uraya, dat valt natuurlijk best wel op met dat blauwe en het is ook vaak een beetje rood. Het ziet er wat gek uit. Maar eigenlijk zijn mensen altijd wel benieuwd naar, oh, is die blind? En wat knap dat je er nog mee kan rijden en wat kan die dan allemaal? En ik zelf ook. Ja, ik vind het ook heel knap dat je met één oog kan springen en horse agility. Ja! Waarom komt je moeder zo vaak in de video's voor en je vader bijna nooit? Nou, daar is één hele duidelijke reden voor. En dat is dat mijn vader allergisch is voor paarden. En doordat mijn vader dus allergisch is, ja, dan komt hij niet zoveel bij de paarden. Vindt hij het ook niet zo leuk. Maar hij gaat wel heel graag mee naar evenementen. En dan helpt hij mee of hij doet de klusjes op de stal. En als hij nou echt last krijgt, dan heeft hij gelukkig pilletjes waardoor hij niet van jou gaat niezen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom je mijn vader niet zo vaak ziet. Ja! Kan je goed met haat omgaan? Oh, hele leuke vraag. Nou, gelukkig is er één voordeel. Ik weet niet hoe het kan, maar we krijgen gelukkig niet zo vaak haatreacties. En als er dan zo'n zuurpruim tussen zit, ja, dan probeer ik het eigenlijk wel zo snel mogelijk te verwijderen. Vooral als het een hele stomme is, want ja, dan wil je er gewoon niet meer aan blijven denken. Vaak maak ik er nog wel even een screenshot van, want meestal zijn het wel reacties waar je om kan lachen. Maar als het een hele lelijke reactie is, gewoon verwijderen en ja, dan kan je daarna ook niet meer aan denken. Wat is jouw ergste val tot nu toe? Nou, gelukkig is Uraya vrij zuinig op mij, want ik ben nog niet zo heel erg vaak van Uraya afgevallen. En als ik ben gevallen, dan had ik misschien een paar dagen last van mijn rug of een paar dagen, ja, niet zo een beetje last. Maar gelukkig nog nooit zo erg iets gebroken. Ik had alleen de laatste keer natuurlijk een boom geknuffeld samen met Uraya. Toen was ik niet gevallen, maar toen heeft Uraya mij zo, wee,
langs een boom getrokken. En dat vond mijn arm niet zo leuk. Dus ik heb een litteken op mijn duim en een litteken op mijn arm. Maar ja, dat was niet echt een val. Maar dat is wel iets waar ik wat aan heb overgehouden. En als je nou niet snapt wat ik bedoel, kijk even de video die in het i'tje staat. Oh, en dan komen we ook bij de volgende vraag. En dat is, heb je ooit al een zwaar paardrijongeluk gehad? Of dat je in het ziekenhuis lag of zo? En nee, gelukkig niet. Paard, alsjeblieft, wees zuinig op mij. Doe geen gekke dingen. Maar gelukkig is rijden dus vrij zuinig op mij. Waardoor dat nog niet is gebeurd. Nog niet. Ik hoop dat het gewoon überhaupt niet gebeurt. Archeologische vondst. Ja, dat heb je op Star Stable ook. Archeologische vondst. Wat heb je gevonden dan? Kijk, een poepje. Een poepje? Nee, een kopje. Oh, een kopje. Uit het jaar... Oh, dat moet je niet eten. Nee, geen eten. Ja. Is dat van ik de... Ik denk dat het van... De holbewoners. De Neandertalers. Je kon ze toen al schilderen dan. Nee, die hebben ze gekocht bij de Action. Je zei laatst dat je een nieuwe website kreeg. Wanneer komt die? Nou, verrassing, die nieuwe webshop staat denk ik al zo'n 2 weken online. En heel veel mensen die hadden het al door, want er zijn dus al stiekem best wel wat bestellingen binnengekomen. Ik was dus bezig met het bouwen van een nieuwe website en die had ik dus online gezet om even te testen van oh, werkt alles wel en is hij wel mooi? En dat hebben mensen dus blijkbaar doorgehad en toen hebben ze bestellingen geplaatst. En nu is dan ook officieel de aankondiging, jongens, mijn nieuwe website staat online. Ik vind vooral de homepagina heel erg mooi en de andere pagina's die moet ik nog wel even aanpassen. Maar de basis staat er en de nieuwe webshop die is er gewoon. Dus met de tweedehands slijgpaarden, met de merchandise. Dus kijk gauw op mijn nieuwe webshop. Maar dan komen we dus ook uit bij de volgende vraag en dat is, ga je merchandise verkopen? En ja, het goede nieuws is dus nu dat alle merchandise ook op mijn nieuwe webshop staat. En daar is vanaf deze week dus een heel leuk nieuw product bij toegevoegd. Raya die heeft namelijk vanaf nu zijn eigen knuffel. Ja, hij is zo super schattig. Ik zal hem in beeld laten zien, want ik ben hem nu vergeten. Het is een knuffel die gewoon echt een Raya in het klein is. Want hij is donkerbruin en met natuurlijk het herkenbare witte kolletje. En ik heb er zelfs een paspoortje bij gemaakt. Dus elke knuffel krijgt zijn eigen gratis paspoortje met wat informatie over Raya. Het is echt een fantastisch product. Ik ben er zo blij mee. Dus kijk zeker even op mijn webshop. En dan kan je gewoon een eigen Raya voor jezelf in het klein kopen. Ja! Hoe lang is het geleden dat Snuff is overleden? Nou, dat is in september. Dus straks gewoon al 3 jaar geleden. De tijd gaat echt zo snel. In september is het 3 jaar geleden dat Snuff helaas is overleden. En wat ik nog wel heel bijzonder vind, is dat als ik fanmail krijg, dat er eigenlijk bijna altijd nog wel Snuff in zit. Dus ik vind het heel mooi hoe jullie Snuff allemaal nog herkennen. En ja, dat die gewoon niet vergeten wordt. Wat is het meest schamende wat je met Uraya hebt meegemaakt? Oh, onze grootste blunder. Uraya, ik denk dat je die even moet fluisteren in mijn oor. Wat was dat ook weer? Ja. 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 Oh nee, dat deed jij. Ik denk dat ik weet wat Uraya wil vertellen. Dat was namelijk zo'n beetje 8 jaar geleden. Toen ging ik Uraya poetsen. Dus ik had hem vastgezet aan de poetspaal op de oude stal. En toen was ik weggelopen om poetspullen te pakken. Hij zit nee te schudden, maar het was wel zo. En ik kwam terug en toen was ineens dat hele paard gewoon verdwenen. Nou, ik Uraya zoeken van, oh poep, waar is hij heen? En toen vond ik dus Uraya in de rijbak. Was hij gewoon rondjes aan het rennen in zijn eentje. Echt keiharde rondjes als een of andere gek. Hij moest gewoon een beetje energie kwijt. Ja, dat was echt zo raar, want ik was toen echt in paniek van, oh, waar is Uraya naartoe? En toen was hij gewoon in de rijbak. Ja, ik had hem denk ik gewoon niet goed gezet aan de poetspaal, maar het was vooral heel grappig. De volgende vraag is, ik weet dat Uraya aan 1 oog blind is, maar heeft hij 1 of 2 ogen? Nou, Uraya heeft dus eigenlijk 2 ogen en ja, dit oog is dan blind en heeft ook inderdaad een ander kleurtje dan een normaal paardenoog. Het is een beetje blauw met een beetje roze. Het lijkt eigenlijk een beetje op smurfijs en kersenijs en dat dan op 1 horentje. En er zit ook een beetje een soort chocoladesaus doorheen. Ja, dat is zijn blinde oog. Dus hij heeft er wel 2, maar deze die doet het gewoon niet helemaal meer. Oh, deze vraag is heel leuk, Uraya. Want dat is, hoeveel kunstjes kan Uraya? En ik kan er wel een paar laten zien. We hebben Uraya's meest populaire trucje en dat is kus. Ja, goed zo. Dan heeft Uraya ook nog een nieuw trucje aangeleerd en dat is shake. Wauw, wat knap van jou. Dit is ook eentje die Uraya kan en dat is voetje. Ja, wauw, wat goed van jou. Ik wil Uraya zeker nog meer trucjes aanleren. Oh ja, hij kan natuurlijk ook wijd staan. Dat ben ik even vergeten. Maar heb jij nog leuke trucjes die je een paard makkelijk kan aanleren? Laat het even weten in de comments. Dan kunnen we elkaar weer helpen. En dan nu een hele bijzondere vraag. En dat is, zou je een eigen stal willen hebben? En ik denk dat dat toch wel een beetje de droom is van ieder paardenmeisje. Om een eigen stal te hebben. En dat lijkt me ook super leuk. Alleen op de plek waar ik nu sta, heb ik het ook al heel erg naar mijn zin. En voelt het ook al een beetje als een eigen stal. Want het is hier lekker rustig. Ik kan super veel doen. Het is hier heel erg leuk. En
Nou, dat was een zucht. Ben je niet blij of zo? Maar wat ik wel heel graag zou willen is paarden aan huis. Dat lijkt me gewoon ideaal dat als je s'avonds nog in je pyjama loopt en je wil even kijken of de paarden nog overeind staan. Dan kan je gewoon even uit je raam kijken en dan zie je de paarden lekker grazen. Dus een eigen stal op een andere locatie, dat lijkt mij niet heel fijn, want dan moet je steeds heen en weer. En nu ben ik ook gewoon echt bijna elke dag hier. Ik moet de hele tijd heen en weer. Maar paarden aan huis lijkt me toch wel echt het meest fantastisch. Maar ja, dan moeten we eerst maar even sparen, want dat is natuurlijk niet gratis, hè? Dus wie weet wat de toekomst brengt. Hoe leuk zou het zijn om Uraya aan huis te hebben, maar dat zal nog wel heel wat jaren duren. En we hebben zo dus ook heel veel vragen beantwoord. En heb je nog een vraag voor ons? Laat het weten in de comments. En wil je nou meer van ons zien? Nou, abonneer dan op mijn YouTube kanaal, want ik maak veel meer video's samen met Uraya. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je dit een hele leuke video vond. En dan zien we jullie heel graag weer terug in de volgende video. Zeg je ook doei, Uraya? Ja! Doei!